Kijk naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met aanvoer van wolkenvelden, maar dat zijn wel wolkenvelden die wat hoger in de atmosfeer zitten, dus waar de zon nog wel doorheen kan schijnen. Sowieso schijnt de zon er ook van tijd tot tijd omheen. Vanochtend is het de graad of 14, vanmiddag lopen de temperaturen uiteraard verderop. De maxima liggen zo rond de 18 tot maximaal 21 graden, alleen op de Waddeneilanden blijft de temperatuur duidelijk wat achter. De kans op buien blijft klein, hoewel er in het zuiden misschien later vanmiddag of vanavond een enkel exemplaar voorkomt. Verder hebben we ook vanavond nog steeds opklaringen. De temperatuur gaat maar langzaam omlaag, uiteindelijk is de graad of 14. Morgen nog steeds eh, fraai en zacht lenteweer. Met hoge temperaturen, 18 tot 22 graden. Op de wadden blijft de temperatuur iets achter. En dat geldt ook voor de donderdag. De wind houdt nog even een oosthoek vast. Ook donderdag hebben we nog te maken met een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost. Maar vanaf vrijdag begint de wind langzaam te draaien en neemt de kans op buien ook sterk toe. Vrijdag misschien zelfs wel met een klap onweer. Dan nog 18 graden. Zaterdag liggen de maxima rond een graad of 16. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.